Hallo beste kijkers van Floske Plays Clash of Clans. Ik ben Floske met een nieuwe serie. Wacht. Woehoe! Een nieuwe serie. Ja hoor, een nieuwe serie. En je ziet het. Het is een Minecraft serie. Maar ik heb er heel erg zin in. Dus ik ga deze hele eerste aflevering wat info geven over de serie. Want hij wordt echt wel nice. Dus hier zijn we geland. Dus nu, oké. Allereerst de serie. Zoals je waarschijnlijk in de naam al hebt gelezen. Minecraft Modded Survival. Je ziet, ik heb meerdere mods aan. Ik heb de Galactic Craft mod aan ofzo. Daarmee kun je naar de ruimte. Je kunt een space station maken. Je kunt naar de maan. En je kunt naar Mars. Dat is awesome. Ik heb de mechanisme mod aan. Daar heb je bijvoorbeeld flippers. Dan kun je sneller zwemmen. Dan kun je ook een jetpack ofzo. De bonus chest. Dan kun je ook een jetpack en echt coole dingen bouwen. Het wordt echt nice. En dan hebben we nog de Raze minimap, zoals je rechtsonder ziet. De minimap. Ik ga hem waarschijnlijk wat groter maken. Kan dat? Maakt niet uit, eigenlijk. Op zich... Och, ik ga weer naar het verkeer. Dus je hebt de minimap, die zie je ook staan. En dan hebben we nog een andere, de More Ores mod. Dat er meer ores zijn. Wow, voilà. Dat bedoel ik dus, wat voor mod is dat? Wat voor ore is dat? We hebben copper ore. Oh my god, dit is hier gewoon awesome. Ik ga hier ergens mijn huis bouwen. Kan ik later wel terugkomen hiernaar. En dit is niet het enige van deze serie. Wacht. Even nadenken wat ik ga zeggen. Voordat ik het helemaal verpest. Ja, oké. Deze serie is ook zo, heeft nog iets speciaals. Ik doe deze survival serie tegen iemand. Dat is tegen een andere YouTuber die ook gaat opnemen. Die heeft dezelfde map en dezelfde seed. Ja, daarom dus dezelfde map. En die gaat hier dus... die gaat ook op hetzelfde punt beginnen. En we gaan elke keer op dezelfde dag een aflevering uploaden. Dus als ik bijvoorbeeld op donderdag upload, upload hij op donderdag ook. Dat is dus het hele systeem. En dan doen we zo challenges. Zo van, onze eerste challenge gaat zijn, ga naar de Nether. Ik vertel jullie zo wie de YouTuber is. Onze eerste challenge is, ga naar de Nether. En wie van ons het eerste naar de Nether gaat, krijgt het punt. Dan is het bijvoorbeeld, als hij als eerste naar de Nether gaat, is het 1-0 voor hem. En daarna doen we een nieuwe challenge, bijvoorbeeld wie het eerste naar de maan gaat ofzo. Of wie het eerste naar de maan gaat bijvoorbeeld. Ja, dan doen we dat bijvoorbeeld. En ik heb daar al heel erg zin in. En die YouTuber, de link van zijn kanaal gaat in de beschrijving staan. Toon hem wat liefde en abonneer ook op hem. Want hij heeft steun nodig. Ook voor de serie en zo. Dus zijn kanaal is www.youtube.com/msoctopus. Dus Octoplus. En dus zijn kanaal heet MS Octoplus. En ja... Check hem uit. En spam zijn video's vol. Ja, nou, niet spammen. Maar zeg overal, ben gestuurd door Floske. Hashtag New Unity for Life of zo. Want hij zit ook in New Unity bij Clash of Clans. Dus schrijf, Floske stuurde mij. Hashtag New Unity for Life. Spam dat vol bij zijn video's. Niet allemaal, dus schrijf dat... Dus niet twee keer op één video. Schrijf dat gewoon bij al zijn video's één keer. En dan...
Dan staat hij daar zo te kijken. Wat? Dus hij gaat ook binnenkort de eerste aflevering opnemen van dit. Ik heb er echt wel heel veel zin in. Zeker de maan. We gaan naar de maan. Ik ga beginnen nu met hier een huisje te bouwen. Nee, zo. En we gaan dus deze. We gaan elke maandagavond en donderdagavond zo een aflevering van dit uploaden. Dus maak je klaar elke maandagavond en. Nou, dus elke dinsdagochtend. Elke dinsdagochtend en. Elke dinsdagochtend en maandag. Nee, wacht. Dinsdagochtend, ik ben een beetje door elkaar. Elke dinsdagochtend en vrijdagochtend is er een nieuwe aflevering van dit online. Dus check ze uit en kijk ook naar zijn afleveringen om te kijken hoe het met hem gaat. En dan zo zien we dat dan. En dan waarschijnlijk, dat is nog niet zeker, maar misschien doen we elke 25e aflevering samen multiplayer. Doen we samen dan dinges, een minigame of zo? Dat zien we dan nog wel. Dat is echt nog voorlopig. Dat zien we dan nog wel bij de komende afleveringen. Dus wat we de eerste aflevering nu gaan doen, is de basisdingen: huis, crafting table en beginnen dingen. Beginnen dingen. Lol. We gaan kool maken voor lampen. En we gaan al. Zo, voilà, dat is al een goed begin. Gaat al stukken makkelijker gaan. Ik ben ook van plan waarschijnlijk de naam van mijn channel te veranderen. Dat ik van naam ga veranderen is nog lang niet zeker. Maar het is gewoon een idee, omdat ik de laatste tijd ook veel meer Minecraft-video's maak, is het gewoon een idee om van Clash of Clans channel te veranderen naar een gaming channel. Dus suggesties zijn altijd welkom, maar het is dus nog lang niet zeker. Naar een gamer channel, dus van Clash of Clans, van Floskeplay Clash of Clans, iets naar een gamer channel. Dus suggesties zijn welkom. Vergeet dat niet. Zet gewoon suggesties voor namen in in de reacties. En ook gewoon opdrachten voor mij en MS Octoplus. Dan zien we dat wel. Ja. Oh, alles stack. Not bad. Eens denken. Dan waarschijnlijk in het weekend komt gewoon een MC met in een van de 2 dagen van. Dus dat wordt gewoon een wekelijkse update. Misschien om de zoveel tijd komt er dan een voor mijn andere Minecraft-serie MC met Floske. Daar gaat er maar heel soms nog een keer een aflevering van komen. Dus misschien in het weekend soms een keer eentje of zo. Maar niet, dat is een beetje zo een outsider serie die niet belangrijk is. 1, 2, 3. Is het nu gelijk? Dus 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, dat is perfect. Perfect, zeg ik je. Perfect. Ook elke serie gaat maar. Elke aflevering duurt maar 15 minuten. Daar hebben we ook onze afspraken over. Anders, als de ene meer tijd heeft dan de andere, is het ook een beetje stom. Dus we hebben zo een beetje afspraken gemaakt voor deze serie.
Ook dus aflevering 0 tot 5. 0 tot 5. Hallo, welkom bij aflevering 0 van de nieuwe serie Modded Survival. Nee, dat dus niet. Dat niet. Floske, denk na. Denk na. Dus, wat was ik aan het zeggen? Dus aflevering 0 tot en met 5. 0 tot en met 5, dat zijn, dat gaat op peaceful zijn. En vanaf 5 tot en met 15 gaat dan op moeilijk. 0 tot en met 15, van 5 tot en met, wat zeg je nu echt, hè? Vanaf 6 tot en met 15 zal op easy staan. En vanaf part 16 staat het op moeilijk. Normal. En ik zat net tegen mezelf te denken, ik heb meer hout nodig, dus laat ik hout hakken. En ik hak echt dirt. Faal. Faal, faal, faal. Ik heb eten nodig. Gelukkig heb je die bonus chest. En ik zit hier te flippen. Wow. Dat is raar. Maar ik heb er echt wel zin in. Wat ik vooral wil als ik naar de maan ga is een jetpack. Dus hier zie je ook, je hebt lucht nodig en zo. Want als je geen lucht hebt, dan ben je nogal gedoemd. Want als je geen lucht hebt, dan heb je geen lucht. Wist je dat? Wisten jullie dat, mensen? Als je geen lucht hebt, dan heb je geen lucht. Nee, nu serieus. Dus je hebt echt lucht nodig op de maan, anders ga je dood. Het is echt wel nice gemaakt, de mod. Wat doe ik? Wat doe ik? Ik heb nog een stenen pickaxe. Ik wou torches maken. Lol. Nu heb ik ook overdreven veel Nu heb ik echt geen kool voor in de... Het gaat een beetje mis, de eerste aflevering. Het gaat een beetje mis. Geen ramp, geen ramp, maar... Het is een ramp. Het is een ramp! Nee, maakt. Ga weg, ga weg. Stom paard. Ga weg! Ga weg! Ik haat dit paard. Het is... Zie je, zo moeilijk was het toch niet? Zo moeilijk! Nu is eerlijk. Paarden maken er altijd zoiets moeilijks van voor het makkelijkste dat er is. Het was toch super makkelijk paard? Ik heb nog geen schapen gezien. Heeft een van jullie... Het staat op... Staat op normal. Staat op normal. De eerste afleveringen staan op peaceful, dus... Ik zal waarschijnlijk ook weer achtergrond in bij mijn Minecraft-series. Zet ik een muziekje op de achtergrond, zodat het een beetje gezellig blijft als het even stil is. Zie je, het is nu soms een beetje stil, dus dat is wel jammer. Maar ja. Ik kan niet altijd praten. Het spijt me, mensen, maar ik kan niet altijd praten. Snuf. Nee, maar nu. Nee. Niet zo. Ik wil schapen. Ik moet schapen hebben. Ik moet schapen hebben. Om te kunnen. Te kunnen slapen. Where are you, sheeps? Sheepy sheeps, I'm coming for you. Don't run away from me. Ren niet weg. Ren niet weg. Ik kom eraan. Oké, dus nog voorlopig
So far, so good. Nee, niet so far, so good, want het is niet goed, want we hebben geen schapen. We hebben geen schapen! Oké, okay, jammer. Dat is jammer dan. Geen schapen is geen schapen. Hebben we pech? Ja, dan heb je pech, Floske, hè? Geen schapen. Nee, maar we kunnen zonder schapen. We hebben genoeg paarden om af te matten als we zin hebben. Oh nee, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Nog zo'n stom paard in mijn... Weg! Wacht, hè. Wacht. We gaan ze echt eens iets duidelijk maken. We gaan de schapen iets duidelijk maken. Dit is het laatste wat we doen in deze aflevering. Want dan is onze tijd op. Voilà. Als die paarden nu nog binnenkomen, dan maak ik ze af, want er staat hier duidelijk dat het mijn huis is. Mijn huis! Maar oké, vergeet niet een like achter te laten voor deze splinternieuwe serie. Wacht, wacht. Oei! Stom water. Vergeet geen like achter te laten voor deze splinternieuwe aflevering. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En kijk ook eens naar MS Octopus, zijn channel. En spam al zijn video's die hij tot nu toe heeft. Vol met Floske stuurde mij hashtag New Unity for Life. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer terug. Die dinsdagochtend zal komen. Dus, ja, dan zie ik jullie later weer terug.